In onze winkel en webshop hebben we een heel breed assortiment aan motorjassen. Maar wat zijn nou de verschillen en welke motorjas past het beste bij jou? Ik ben Mark van Motorkledingzetten TV en in deze video help ik je bij het uitzoeken van het juiste type motorjas voor jou. Allereerst is het van belang dat je voor jezelf gaat nadenken, wil ik een textielenjas of een lerenjas? Nou, eigenlijk hebben ze alle twee hele aparte kenmerken. Textiel is voornamelijk gemaakt voor de mensen die gewoon snel en makkelijk een motorpak aan willen trekken over hun normale kleding heen. En het voordeel is ook nog eens dat ze 9 van de 10 keer voorzien zijn van een waterdicht en ademend membraan, waardoor je er ook met slecht weer mee kunt rijden. Daarnaast is bijvoorbeeld een textiele broek ook gemakkelijk over een normale broek heen aan te trekken. Dus kom jij op je werk aan, ook al heeft het geregend, trek je motorkleding uit en sta je gewoon droog op je werk. En op die manier kan je motor heel makkelijk voor woon-werkverkeer gebruiken. Voor de mensen die meer hobbymatig rijden, zien we ook vaker leren kleding terug. Nou, leer is van zichzelf zelfs nog een stukje slijtvaster dan textiel en heeft een hele casual en speelse uitstraling die echt heel erg goed past bij het motorrijden. Nou, ook in leer zijn heel veel verschillende segmenten en daar zullen we straks in terugkomen over wat nou de verschillende mogelijkheden per type zijn. Allereerst gaan we verder met textiel. In onze webshop hebben wij textiele jassen onderverdeeld in 3 categorieën. Normale textiele jassen, Gore-Tex motorjassen en zomermotorjassen. Eigenlijk omdat ze door een verschillende groep mensen worden gebruikt. 9 van de 10 keer zul je met een normale textiele jas prima kunnen rijden. Als je gewoon hobbymatig rijdt of licht woon-werkverkeer, dan kun je met een normale textiele jas met een fatsoenlijk membraan prima door de regen rijden. Daarnaast rijden heel veel motorrijders niet echt door heel slecht weer en heb je dus aan zo'n jas voldoende. Let erop dat er voldoende ventilatie op zit, voldoende zakken en dat de stijl bij je past. Nou, deze jas is voornamelijk een beetje gericht op de allroad tourrijders, maar we hebben ook heel veel casual oplossingen of hele sportieve textiele jassen. Het verschil tussen een Gore-Tex membraan of Gore-Tex motorjas en een normale textiele motorjas is dat een Gore-Tex motorjas voorzien is van een beter membraan. En met een membraan willen we zeggen dat er geen water door de jas heen kan, maar dat je vocht en je transpiratie wel vanuit de binnenkant de jas kan verlaten. Nou is een Gore-Tex ongeveer 5 tot 7 keer beter waterdicht en ademt hem ook echt heel veel beter dan een normale jas. Dus nogmaals, 9 van de 10 mensen heeft voldoende bij een textiele jas, maar wil jij je motor gaan gebruiken als hoofdzakelijk vervoersmiddel, kijk dan eens in ons Gore-Tex assortiment. Er zijn er ook weer in Gore-Tex jassen verschillen en ook in normale textiele jassen verschillen en op die zullen we later terugkomen in een volgende video. Dan hebben we natuurlijk ook nog de zomerjassen. Voor de mensen die voornamelijk hobbymatig verkeer rijden en als het mooi weer is lekker 2 uurtjes op pad gaan, is een zomerjas absoluut aan te raden. Ook als je normaal gesproken wel woon-werkverkeer rijdt, zul je voor als het boven de 25 graden is, heel erg veel plezier hebben aan een zomerjas. Dat komt omdat het materiaal wat we hier zien volledig luchtdoorlatend is en daarnaast ook nog eens slijtvast. Leren motorjassen zijn eigenlijk allemaal voor hetzelfde weertype gemaakt. Voor, na seizoen en in de zomer, daarvoor is leer heel erg goed geschikt. Er zijn wel heel veel verschillende stijlen. De Segura jas die ik hier heb is echt heel erg gericht op custom en urban segment. En de Alpistar jas die we hier hebben liggen, die is echt geënt op de sportrijders. En dat zien we aan verschillende dingen terug. Het leer van een custom jas is heel erg soepel, de protectie is vrij zacht. En we zien allerlei stiksels terug die de jas een wat speelser uiterlijk geven. Daarnaast is de pasvorm ook anders, want een casual leren jas zit wat losser en kan wat comfortabeler worden gedragen. En deze jassen zou je bijvoorbeeld heel erg goed kunnen combineren met een leren jeans of eventueel zelfs met een motorjeans. Sportievere jassen herkennen we terug aan dat ze een wat meer voorover gebogen pasvorm hebben. Dus je hangt wat meer in zo'n jas. En ze zijn vaak voorzien van verschillende sliders, stevige protectoren en van wat stugger leer. Nou, dat komt omdat de snelheden vaak bij sportieve rijders wat hoger liggen. Dus als jij op een racer rijdt, af en toe een keer het circuit opgaat, kan het zijn dat je met een hogere snelheid eventueel in een crash terechtkomt. Dan is het van belang dat je kleding je goed beschermt en daarom zijn sportievere jassen vaak wat stugger. En is het belangrijk dat ze goed strak zitten en de protectie ook maximaal op de plaats blijft. Naast leren kleding is er ook nog tegenwoordig een hele casual lijn, heel erg populair en daarin zijn ook een aantal verschillen. Voor de mensen die niet direct willen worden geassocieerd met motorrijden als ze van de motor afstappen, of die gewoon even een kort ritje in de stad willen maken, zijn tegenwoordig ook hele stoere casual oplossingen. We hebben hier een motorhoodie die gemaakt is van normaal katoen, maar die aan de binnenkant versterkt is met Kevlar. Zo zie je dat hij op de ellebogen, op de schouders en op de rug een Kevlarpaneel heeft voor extra slijtvastheid. En dat die standaard ook is voorzien van elleboog- en schouderprotectoren. En ook op de rug zit een protector die ervoor zorgt dat mocht je hem nodig hebben, dat deze hoodie je goed beschermt.
Ook Revit is hierop ingesprongen en we zien hier een soort bomberjack waaraan echt niemand zal zien dat jij net van de motor af bent gestapt. En ook deze zijn voorzien van protectie. Wel hele dunne protectie die je bijna niet ziet en voelt zitten, maar toch veilig is, waardoor niemand direct zal zien dat jij net van de motor af bent gestapt. Deze jassen zijn vaak wel wat lichter uitgevoerd omdat er vanuit wordt gegaan dat je er kortere ritjes mee maakt en niet helemaal een weekend mee gaat rijden, dus echt op de snelweg terechtkomt. Voornamelijk de hoodies zijn gemaakt voor kortere ritjes in en rondom de stad omdat ze wat losser zitten en ze niet echt gemaakt zijn om een hogere snelheidscrash te kunnen hebben. Dus hou er rekening mee dat je deze hoodie aanschaft voor de kortere ritjes en als je wat langer wil rijden dat je er weer een degelijke volwaardige motorjas voor nodig hebt. Wil je meer informatie over de verschillende motorjassen, dan hebben we van elke motorjas nog een review. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motorkledingcenter doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor je de ideale maat motorjas is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Motorkledingcenter TV en ik bedank u voor het kijken.